Woensdagavond besloot de gemeenteraad van Nijmegen over de aanleg van de Dorpersingel. Het dossier hield de gemoederen in Nijmegen jarenlang bezig. GroenLinks stemde tegen de uiteindelijke versie van het plan. Fractielid Bram Friese legde uit waarom. Wij hebben tegen de motie gestemd omdat wij vinden dat de motie de tekst te ver gaat. Kijk, we hebben uitgesproken dat we heel belangrijk vinden dat er een oplossing komt voor de verkeersstructuur in Nijmegen-Noord. Dat we heel positief vinden dat de bewoners een voorstel hebben gedaan waar heel veel goede aanknopingspunten in zitten. En die willen we ook graag verder onderzocht hebben door de wethouder. Maar de tekst van de motie is die zegt dat de dorpers sowieso komt, of althans die suggereert dat. Dat vonden wij te ver gaan, omdat dat nu op dit moment nog niet helder is. Er zijn geen specifieke inhoudelijke dingen aan het plan waar we niet mee akkoord willen gaan, maar we willen het juist verder onderzocht hebben. Kijk, de bewoners hebben bijvoorbeeld voorgesteld om de bermen langs de weg te verhogen. Nou, dat kan consequenties hebben, financieel, maar ook bijvoorbeeld voor afwatering. Nou, dat weten we allemaal nog niet, dus daarom moet je dat verder in beeld brengen. Overigens zegt de motie dat ook. Alleen daarom vinden wij het nog niet nu moet uitspreken voor een definitieve keuze voor aanleg, maar dat je dat onderzoek eerst moet afwachten. Wij vinden dat er op dit moment de verkeersafwikkeling in Lent gaat nu echt problemen opleveren. Dat komt ook omdat we veel meer gebouwd hebben in de Waalsprong de laatste jaren natuurlijk. En wij vinden dus dat het belangrijk dat er nu een oplossing komt voor het afwaarderen van de Vossenpels en een definitieve oplossing komt. Nou, en als daar nu door de bewoners een verhaal is neergelegd wat weer aanknopingspunten biedt om dat verder te onderzoeken, dan natuurlijk willen we dat dan graag onderzoeken en natuurlijk willen we uiteindelijk naar een definitieve oplossing.